Als bedrijf is innovatie heel erg belangrijk. En met de Nederlandse Spoorwegen, de NS, is het ook belangrijk om te innoveren. Maar hoe doen ze dat en waar doen ze dat? Ik ben te gast achter de schermen in het M-Lab. Ruud, leuk om hier te zijn. Maar wat gebeurt er hier nou precies? Wat hier gebeurt, M-Lab staat voor Mobility Lab. En Mobility slaat natuurlijk op mobiliteit, maar dat slaat ook op de mobiel. Want wat wij hier ontwikkelen zijn twee apps, zowel voor iOS als voor Android. En dat zijn de NS-app en de NS-Lab-app. De NS-app, het instituut van NS, het eerste touchpoint van de klant met NS. De app die bijna alle NS-klanten wel gebruiken. Die kent iedereen natuurlijk, daar plan je je reis in. Daar kunnen we veel meer dingen in doen, daar wordt ook in geïnnoveerd. Maar we hebben er ook voor gekozen om daar nog een app naast te zetten, de NS Lab app, waar we specifieke innovaties in willen testen, waar we niet direct die 2 miljoen maandelijks actieve gebruikers van de NS app aan bloot willen stellen. Erik, heeft u die gezien? Volgens mij zit hij in deze trein. Hey Erik, goedemiddag. Deze trein die vertrekt niet volgens mij. Deze trein vertrekt niet. Nee. Dit is een neptrein. Ik zie het, het is een bijzondere ervaring. Waar zijn we nou eigenlijk op dit moment? We zitten nu midden in het hoofdkantoor van NS. We hebben hier een soort expositiecentrum opgebouwd. Waar een aantal treinen tentoongesteld staan. Treinen die wij dagelijks wel gebruiken. Maar deze trein wordt niet gebruikt. Deze trein gebruiken wij om mensen te ontvangen. Om te laten zien wat wij als NS eigenlijk doen. Jij bent accountmanager bij NS. Maar je hebt eigenlijk een hele bijzondere pet op. Zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja, dat klopt ook wel. Ik ben eigenlijk geen treinkaartjesverkoper. Het doel is om de zakelijke markt echt te bedienen op het gebied van mobiliteit. Dat doen we door een compleet aanbod te bieden voor bedrijven. Het gaat dus niet alleen om een stukje trein. We proberen ook mee te denken als het gaat om fietsvervoer, om taxis. We noemen dat de last en de first mile. De complete route die een persoon reist van en naar zijn werk. Zou je kunnen zeggen dat een advies op het gebied van mobiliteit een trend is van dit moment? Dat klopt. We zien in de markt een heel erg een verandering richting, noem het een MaaS-principe. Mobility as a service noem je dat. Waarbij het belangrijk is dat er een totaaloplossing wordt geboden. Dat je dus niet meer alleen kijkt naar het treingedeelte, maar hoe kom ik echt van deur tot deur. Dat betekent dat je het eerste stuk bijvoorbeeld met de fiets kan reizen. Dat je daarna een trein neemt en dat je aansluitend een taxidienst inregelt of een OV-fiets neemt. Nou, duidelijk. Deze stoelen zien er heel erg lekker uit. Ik ga heel even lekker ontspannen. Doe je mee? Ja, lijkt me een goed idee. Even de oogjes dicht. We'll be right back.